Johan Inio van KWS is een vroeg tot middenvroeg maïsras, wat in de praktijk heel vaak als snijmaïs of eventueel als MKS geteeld wordt. Het blinkt uit in hoge droge stofopbrengsten en tegelijkertijd heeft het ook een acceptabele tot goede voederwaarde per kilogram droge stof. Dat is ook de reden dat Johan Inio geteeld wordt. Telers die op zoek zijn naar voldoende ruwvoer, afkomstig uit silomaïs of eventueel MKS, in het vroege bereik, in het vroege rijpheidsbereik, die telen Johan Inio.